Dank u wel, nog een goede middag. Dank u wel. Oh. Even eerlijk, hoe vet was de vlog van gisteren? Hoe vet was die skatevideo? Ik weet het, hè, hij was geweldig. Maar vandaag is bijna even belangrijke dag voor mij. Vandaag komt er een pakketje binnen waar ik echt al 2 weken op aan het wachten ben. En ik, oh. Hij moest normaal vorige week aankomen, maar omdat UPS zo gay is, moest ik langer wachten. Het enige kutte daarin is dat ik dus moet thuis blijven tot ik mijn pakketje heb. Want ik ga eigenlijk niet rustig buiten kunnen zitten en wachten als ik weet dat die courier elk moment in mijn huis kan zijn. Op internet staat er dan ook wanneer die zou moeten aankomen, maar daar staat er gewoon at the end of the day. Dus daar zijn we echt helemaal niks. Mee. Het is heel mooi weer vandaag. Het valt zo. Er is wel zon, maar het is oké. Snap je? Het is oké weer voor september. Het is nu 1 uur. We gaan vandaag leuke dingen doen. Oh ja, ik ga wachten op mijn pakketje en daarna kunnen we leuke dingen doen. Ik weet niet of jullie hierop letten, maar per vlog wordt die snor echt nicer. What the fuck? Het lijkt niet meer op balhaar. Het is nu gewoon een oude snorrie, denk ik. Dus dames en heren, smash zeker een duimpje omhoog op deze vlog. Als jij de dagelijkse vlogs leuk vindt, vergeet niet het belletje aan te zetten. Ik upload elke dag rond 6, 7 uur. En ik ga ook live streamen deze week. Dus het wordt een hele leuke week, ladies and gentlemen. Ik ben nog altijd hard bezig met de video van gisteren. Eerlijk, hoe vet is dit shot? Ik ga niet liegen. Ik denk dat ik dit als thumbnail ga gebruiken. Maar waarschijnlijk klikt er daar niemand op, maar dat boeit me niks. Deze video, ik vind het echt geweldig om dit te bewerken. Ik vind het echt zo cool om mezelf weer te zien skaten. Ik weet niet waar die mensen van UPS blijven, maar snap je? Ik haat UPS, die leveren altijd zo op rare uren. Er zijn ook altijd mensen die geen Nederlands kunnen en shit. Beloof dat ik deze keer echt gewoon ga filmen als hij mijn pakketje geeft. Ik heb dat nog nooit gedaan, omdat ik dat altijd fucking awkward vind om zo die camera zo te houden en dan te hebben. Bedankt voor pakketjes. Snap je, dat is fucking raar. Deze keer, als hij komt. Ja, boy, dan sta je op de camera. Hallo meneer, alles goed? Goed ja. Ik ga even kijken of er eten is, want het is nu 3:30. Ik ben nog niet klaar met editen en ik heb even honger. Ik heb wel een lekkere poesie, hè? Hoe gaat het met je piemel, kleine kat? Dit is mijn grote kat. Zij chillt gewoon keihard. Yo. Are you chilling? Ik meen dat hopelijk komt UPS snel, want ik ben te hyped voor mijn pakketje. Ik heb altijd stress en zo. Sowieso weer overal niks. Oké, okay, er is wel soep en zo. En witloof. Nice. Fuck. Flesje water, nice. Want ik drink eigenlijk alleen maar de kraanwater, maar nu heb ik een flesje, nice. Begin dit jaar was ik echt altijd super anti-vloggers. Ik weet niet waarom, ik vond ze deden zo eentonig en ze deden altijd saaie shit en zo. Maar nu dat ik vlog, oh boy, ik vind het zo leuk om het te doen. Ik kan zo alles doen wat ik wil en als ik edit kan ik ook zoveel grappige shit doen als ik wil. En in het begin zoek ik altijd zo'n keihard dubstep liedje uit. Ook al zijn mijn vlogs niet bedrijfsvriendelijk en ga ik nooit campagnes krijgen of zo. Kijk, dat maakt mij echt niet uit. Ik wil niet zo'n gay blade video's maken, waar ik dan ga Beyblade'en tegen iemand anders met fake Beyblades. Yo, respect Beyblade. Beyblade is mijn jeugd, dan moeten jullie niet meer van die fake shit oppoelen en daar een campagne van maken. Ik verdien hier misschien niet super veel geld mee, maar snap je? Ik ben niet dakloos of zo. Ik leef gewoon nog. Staat er daar nu iemand naakt op haar balkon? What the fuck? What the fuck? Oké. Okay. Blankenbergen kan allemaal. Pakketje, pakketje. Geen grapje, pakketje. Hallo? What the fuck? De auto staat daar wel. What the fuck? Hij belde net aan. Hallo? Pakketje. Dank u wel, alsjeblieft. Nice. Dank u wel, nog een goede middag. Dank u wel. Oh. Pakketje. We gaan niet veel praten en 100 pakketje uithalen, what the fuck. Ik weet niet waarom er hier een broodje ligt, dat kan niet voor mij zijn. Mijn mama weet dat ik geen tonijnsalade lust, what the fuck. Pakketje. Zo raar dat het blauw is, dat heb ik nog nooit gezien. Oh, raar dat hij zo ingepakt zit, dat had ik niet gedacht. Oké, okay, het is wel gerot, ik ga niet liggen. Dit ziet er misschien klein uit, maar... Ik bedoel, dit is breder dan mijn borstkast, snap je? Oh! Nice, what the fuck? Er zit ook een heel leuk zakje in. Maar het gaat hier om, dames en heren. What the fuck? Deze jassie, dames en heren. Deze jassie. Snappen jullie waarom ik broke ben? Ik snap het wel. Ik was zo hyped voor die jas en nu ligt die op de grond. What the fuck? Dit is een moment die niet snel vergeten zal worden. What the fuck? Snap je, ik ga deze winter weer op snowboardvakantie. En ik had een nieuwe jas nodig en toen zag ik deze. What the fuck? Besef deze jas even heel erg goed. Jullie moeten deze jas even zelf beseffen. Even gewoon rustiger naar kijken. Zo. Kijk, waar is het? Er zitten zo rare dingetjes in. Zo die silicia gel, dat is zo waterabsorberend. Vroeger dacht ik altijd als je dit ging S-likken dat je dood was. Maar om hier van dood te gaan moet je echt 10.000 S-likken of zo. What the fuck? Jassie! Ik bedoel, als dit niet satisfying is, dan weet ik het ook niet meer. Als deze binnenkant... Oh, ik ga geen koud hebben als ik aan het snowboarden ben, snap je? Deze jas,
Oh, dit is de reden waarom ik skater ben, maar wel, snap je? Liever broke en nice kleren dan veel geld, maar geen nice kleren, snap je? Ik heb niet de juiste kleren aan om deze jas aan te doen. Ik bedoel, ik heb geen kleren aan. Er zitten zoveel leuke zakjes in. Ik kan hier al mijn drugs in steken. Dat is een grapje ook. Nu heb ik weer haar. Of nu lijkt het weer alsof ik weer haar heb. Fuck, ik blij mee. What the fuck? Zelf ook de achterkant. De achterkant is misschien wel het vetste van allemaal. Dat is fucking nice. Dit is really, really nice. Zonder jullie was dit niet mogelijk. Zonder jullie was... Oh, fuck. Zonder jullie was deze jas niet mogelijk. Zonder mijn mama ook niet, maar... Deze jassie! Nice! Ik ben blij, ik ben fucking blij. Dit is dus mijn derde jassie van Supreme. We hebben deze, dit is mijn all-time favorite. Ik bedoel, deze oranje, de North Face X Supreme jas. Deze is, dit is mijn all-time grail. Dan hebben we hier de Supreme X Lacoste jassie, die ook fucking nice is. En dat zijn nu mijn drie jassies, dus we hebben oranje, bruin en groen. Dit is zo nice. Ik heb gewoon zin om deze aan te doen. Ik wil gewoon nu naar buiten gaan en gewoon gaan stappen of zo met mijn jas. Mijn video is ook net klaar, dus dat komt ook perfect uit. Er is nog maar één iets wat ik moet doen om deze vlog echt officieel te beginnen. Deze douchen. Voor de mensen die wachten op de tip van de dag. De mensen die niet eens weten wat de tip van de dag is. De tip van de dag is dus ik die je tip geef om je leven beter te leven. Dat klinkt echt idioot, man. Poets je tanden onder de douche. Ik meen het, dat is het meest revolutionair dat er is. Leg standaard tandenborstel en tandpasta in douche. Je wint daar fucking veel tijd mee, maar het allerbeste is. Normaal als je zo je tanden poetst, dan moet je zo... alles uitspugen en dan moet je die bak uitkuisen. Je laat het gewoon uit je bek lopen. Het boeit allemaal niks. Het loopt over je fucking lichaam. Pas wel op met je ballen, snap je? Zorg dat die shit niet op je ballen komt, dat wil je niet. Dus poets je tanden onder de douche. De tip van de dag. Oké, ik heb mij volledig aangekleed. Ik heb mijn jas aangedaan. Mijn kleren aan, omdat ik wil zien hoe hij eruit zag. Look at you, you one pretty jacket. You have a very nice jacket. De achterkant van deze jas is nog zoveel gekker dan. Oh my god, that's so nice. Really do like this jacket. It's very nice. Het enige jammer is dat heel veel dealers in Blankenbergen deze jas hebben, dus. Niet deze, gewoon ook zo'n jas met zo'n kraag en shit. Maar ik kan hem er wel van halen, man. Is oké. Vandaag eten we AG Parmaje. Ik weet niet wat de normale Nederlandse naam hiervan is, maar het is wel lekker. Snap je, ik spreek geen woord Frans. En ik denk dat de Nederlandse naam hier laagjes eten van is, of ovenschotel of zo. Snap je, fucking saai. AG Parmaje is veel chiller. Ik ga nu eten en dan ga ik misschien naar het skatepark ook al. Ziet het weer er heel fucking raar uit. Het is wel de mist of zo, ik weet het niet. Misschien gaat het nog regenen. Wat een dag, dames en heren. Wat een dag. Het is momenteel, ik weet niet hoe laat het is. Ik denk dat 9:30 is of zo. Er brandt nog licht in mijn huis. What the fuck? Ik dacht dat er niemand thuis was. Wat is dit? Oh, shit. Deze patta is zo mensen te voelen. What the fuck? Er is iemand thuis. What the fuck? Wie de fuck is er in mijn huis? Zijn er om mijn jas te stellen, sowieso? What the fuck? Zowel gewoon mijn jas, what the fuck? Sowieso mensen die in mijn huis die aan het inbreken zijn. What the fuck? Heb jij iets gezien? What the fuck? What the fuck, yo? Fuck, ik ben bang, dames en heren, what the fuck. Smash zeker duimpje omhoog als je ook bang bent, what the fuck. Er hangen hier ook allemaal spinnenwebben, what the fuck. Yo, als er hier een spin zit. Ik weet niet of jullie het weten, maar ik ben echt bang van spinnen, what the fuck. Nee, ik voel echt zo'n spinnenweb bij mij. Ik voel allemaal spinnenwebben in mijn gezicht. Dat is niet chill, what the fuck. Snap je? Ik kan die kat nog niet aanvallen. Dat mag. Ik meen, die kat gaat die kat weer aanvallen. Ik voorspel het. Doe maar. What the fuck? Dus ik ben thuis. Het is 9:30. En ja, we gaan wel zien wat er nog gebeurt. Ik weet niet precies wat er nog allemaal gaat gebeuren. Ik weet niet of er nog veel gaat gebeuren, waarschijnlijk wel. Ik moet redelijk stil zijn, want mijn mama is aan het slapen. En als ik iets te luid praat, dan krijg ik hier weer stormende volwassenen binnen mijn kamer die fucking boos zijn. Ik ben even aan het lezen tussen de comments van de video die ik daarnet heb online gezet. Dus dat was zo'n skate video. En ik heb daar weer zo'n comment gezien waarvan ik niet boos word of zo, waarvan ik echt denk van, oh, what the fuck. Dat is weer die comment over mijn lichaam dat ik anorexia heb of zo. Ik vind het altijd fucking grappig als mensen het woord anorexia gebruiken omdat ik mager ben. Dus ik kan gooien met dat woord hoe dat je wil, maar het is niet omdat je ribben ziet in mijn lichaam dat ik anorexia heb. Het is niet omdat ik mager ben dat ik anorexia heb. Het is niet omdat iemand die een beetje molliger is, dat die obesitas heeft. Ik vind dat zo'n raar woord om mee te schelden. Ik vind het ook zo raar om dat onder een video te zetten en dan te zeggen, hey, joh, je bent mager, heb je anorexia of zo? Ik eet veel. Ik weet niet, ik heb gewoon een goed metabolisme of zo. Ik verbrand gewoon snel eten. Deze ribben, ik weet ook niet hoe dat daar komt, maar dat is gewoon omdat ik niet, ik weet het niet. Ik vind het gewoon grappig als sommige mensen dat woord in zo'n verkeerde context gebruiken en dan, ik weet het niet. Ik ben sowieso iemand die niet zoveel keert om schelden met dingen en die verkeerd gebruiken en zo. Maar ik bedoel, je zou kunnen zeggen dat ik obesitas heb als je zou kijken naar mijn benen of zo, omdat die een beetje dikker zijn. Gewoon idioten, sommige mensen met die dingen dan gaan roepen zonder daar de betekenis achter te weten of zo. Anorexia is niet te mager zijn of zo. Obesitas is niet te dik zijn. Dat zijn echt twee dingen die
iets volledig anders zijn, maar oké. Okay. Vandaag een hele leuke dag. Ik ben fucking hyped voor morgen ook. Ik wil niet dat er morgen iets super speciaal gebeurt, maar vandaag, dus nu, op dit moment, is FIFA 18 gereleased. En morgen krijg ik een soort van FIFA 18 special kit of zo voor social influencers. YouTubers like me. Het is een heel speciaal pakketje waar FIFA 18 in zit en nog allemaal andere dingen. Dus mensen die FIFA spelen, niet verwachten dat ik goed ben in FIFA of zo. Maar ik ga het wel sowieso eens spelen. Ik weet niet of ik het kan. Ik heb vroeger FIFA gespeeld. Maar ik was daar niet goed in of zo. Ik speelde het ook gewoon omdat ik het leuk vond om pakketjes op te doen. Bedankt om te kijken naar deze video. Tot de volgende keer. Kijk zeker de advertenties uit als er advertenties zijn. Als YouTube niet weer zegt dat al mijn video's onkindvriendelijk zijn. Is all good. Was een hele leuke dag. Hopelijk morgen mooi werk. En ik ga skateboarden. Tot morgen. Dat was weer gewoon mijn ongeziene fokte. De mensen die vroegen waar mijn Biggie Small skateboard was. He's right here, ladies and gentlemen. Ik wil deze gewoon aan mijn muur hangen. Zo daar of zo. Misschien ga ik dat morgen doen. Misschien ga ik dit skateboard gewoon aan mijn muur hangen morgen. Ik ben niet handig of zo. Ik heb twee linkse handen. Maar morgen gaan we die aan die muur hangen. En ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik heb echt geen flow idee. Zo, boys. Tot morgen.